Even naar de kapper gaan, dat is er sinds de lockdown niet meer bij. Behalve als je een afspraak voor een knipbeurt in Duitsland maakt. En dan zit ik er met de kerst weer mooi bij, hoop ik dan, hè. Het leek wel winter vanmorgen in Winterswijk. Daar kon namelijk een paar uur geschaatst worden op echt natuurijs. Prachtig. Trots op te zijn, alle blije mensen. Veel jonge kinderen hier, schitterend. En ze hadden er zo naar uitgekeken. Na 2 jaar zou het Liemers Museum de deuren weer openen. Maar ja, die lockdown. Je voelt dat er wel wat aan zit te komen. Maar dit, nee. Goedenavond. De harde lockdown zorgt voor een stormloop op kappers. Niet op de Nederlandse, want die zijn vanwege de strenge coronamaatregelen allemaal dicht. Maar veel Gelderlanders wijken uit naar een kapper net over de grens, in Duitsland. Om straks toch nog keurig geknipt aan de kerstdis te kunnen zitten. Salon Elten is de winkelcontact. De telefoon van Esther in een kapsalon in het Duitse Elten staat roodgloeiend. Wilt u deze week nog komen? Vlak voor de feestdagen proberen veel Nederlanders toch over de grens nog een knipbeurt te krijgen. Op het moment gaat heel vaak de telefoon en bellen heel veel mensen om een afspraak bij ons te maken. Ja, ik denk omdat in Nederland de kapperszaken helaas dicht zijn. Het lukt de kapsalon niet om alle Nederlanders die bellen deze week nog aan een afspraak te helpen. Wij hebben natuurlijk onze eigen klanten, die staan ook al allemaal in het boek. En wat wij kunnen doen wij graag. Maar ik denk niet dat wij iedereen kunnen helpen, helaas. De Duitse Kreisborken roept Nederlanders en Duitsers op om het aantal grensbewegingen terug te dringen. Maar dat weerhoudt Nederlanders er niet van om toch een bezoekje te brengen aan de kapper. Nee, zeker niet. Nee. Ik had die afspraken, die lopen. Elke week kom ik hier en die afspraken die lopen en dan dat gaat door. Ik zou maandag naar de kapper gaan bij ons in Nederland. Maar ja, vanwege de lockdown kon dat niet. Dus dan heb ik even gekeken in Elten. En dan heb ik even een kappertje geprikt en dan kom ik hier terug. En dan zit ik er met de kerst weer mooi bij, hoop ik dan, hè. Mochten Nederlanders toch kiezen voor een Duits bezoekje aan de kapper, dan moeten ze wel op een aantal dingen letten. Je moet de QR-code laten zien en je moet jouw ID-pas erbij hebben. Maar voor de en een mondkapje moet je dragen, maar voor de rest dacht ik dat er geen verschillen zijn. Na de eerste nacht met flinke vorst was er meteen al ijspret in Winterswijk. Als een van de weinige ijsbanen in Nederland kon daar vandaag geschaatst worden op natuurijs. De baan ligt er prachtig bij in Winterswijk. Na een nacht met 6 graden vorst is een ijsvloer van 8 mm genoeg om verantwoord te schaatsen. De ervaren baantjestrekkers gaan helemaal los, maar ook voor de beginnende schaatsers is er een aparte baan. Prachtig, trots op te zijn, alle blije mensen, veel jonge kinderen hier, schitterend. Het is prima, ongekend. Het is echt gewoon heerlijk met die opkomende zon, even een paar rondjes maken, is echt schitterend. We houden ook toezicht met mensen met hesjes dat er toch 1,5 meter tussen zit. Maar over het algemeen houden mensen, zoals je ziet, zich daar redelijk aan. Deze schaatser heeft, ondanks deze voor hem zo drukke dagen, toch ook de ijzers ondergebonden. Ja, het tekent ijs, heel mooi. Dik genoeg, hard genoeg. Dus de kerstman kan stiekem trainen. Het ijs is opvallend wit en dat heeft een reden. Door het water hebben we krijt gedaan. Dat betekent dat het iets wit is, de ondergrond. En dat heeft het voordeel dat het nog sneller vriest. Dus dan krijgen we nog sneller ijs. Laplandcondities vannacht, dus uitstekend ijs. Dus dit is het eerste alvast kerstcadeautje. Maar dan voor de kerstman zelf. Daklozen leggen heel wat kilometers af op een dag. En een paar goede schoenen is voor die mensen dan ook geen overbodige luxe. Dat is iemand zonder schoenen eigenlijk. En vooral, je hebt gewoon schoenen nodig. De provincie Gelderland trekt de stekker uit de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. De kosten van het project vielen tientallen miljoenen euro's hoger uit. Gelderland en de provincie Utrecht zouden samen het project van 81 miljoen euro betalen. Maar dit jaar bleek dat het veel meer ging kosten, namelijk 141 miljoen euro. Utrecht en betrokken gemeenten wilden door, maar de provincie vindt dat de kosten en de baten niet langer in verhouding staan en zet er een streep doorheen. De gedeputeerde ziet nog één mogelijkheid.
wat ik graag zou willen, samen met de regio, samen met de provincie Utrecht, ja, toch ook nog echt naar het Rijk kijken van dat tekort wat we hebben, vul dat nou aan, zodat die Rijnbrug gewoon verbreed kan worden. En dan leggen wij onze 40 miljoen gewoon in, zoals we dat hebben afgesproken in 2018. Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde noemt het protest tegen het coronabeleid bij het oorlogsmonument in die plaats ongepast en uiterst kwetsend. De afgelopen dagen komen de actievoerders vaker samen op die plek. De voorzitter van de stichting noemt demonstreren een grondrecht, maar had graag gezien dat de actievoerders in overleg met de gemeente Oost-Gelre tot een andere locatie waren gekomen. En ook de burgemeester is er niet over te spreken. En in het centrum van Hattem zijn vanochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De politie denkt aan brandstichting. Een van de auto's kwam door kortsluiting in beweging en reed bijna tegen de gevel van een woning aan. Maar door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de brand daar oversloeg. De politie doet onderzoek. Het Liemers Museum zou vandaag na 2 jaar eindelijk weer opengaan voor publiek. Op de nieuwe locatie in de Turma Cultuurfabriek in Zevenaar. Maar de strenge lockdown gooit roet in het eten. Het museum blijft voorlopig dicht. En dat terwijl medewerkers en vrijwilligers maandenlang keihard hebben gewerkt om de verhuizing op tijd af te krijgen. Een hard gelag. Inmiddels staan de glimmende goudkleurige palen werkloos langs de kant. Maar de rode loper voor de officiële opening lag al klaar. Ik ben er vanmorgen wel speciaal overgelopen. Maar hij gaat in ieder geval de komende weken wel weg, ja. Het slechte nieuws over de lockdown kwam zaterdag eigenlijk heel onverwacht. Als donderslag bij heldere hemel. Je voelt dat er wel wat aan zit te komen. Maar dit, nee. We hebben de laatste dingen nog weggepakt en toen de deur op slot gedaan. Maar vandaag gaat die deur toch nog heel eventjes open. Het voelt gewoon als ik hier ben, daar word ik er wel heel blij van. Ja. Het is, we hebben met z'n allen er echt iets heel moois weer van weten te maken. Toch is het niet helemaal stil in de Turmak Cultuurfabriek. Want één voorziening mag wel open blijven, de Biep. Eigenlijk is na een van de laatste persconferenties besloten dat de bibliotheek tot essentiële dienstverlening hoort. Dus de bibliotheek is gewoon open voor eigenlijk voor iedereen. Je kunt boeken halen, maar je kunt ook gewoon studeren, je kunt hier zitten. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat wij ook een informatiepunt digitale overheid zijn. Dus als mensen niet goed uit kunnen komen met hun digitale app of vragen hebben over de corona-check-app of wat voor manier dan ook, dan kunnen ze bij de bibliotheek terecht. De deur van het museum gaat zo weer op slot. Maar eerst maakt Ingrid Mens in haar eentje nog even een rondje. Is ook wel eens lekker hoor. Alleen liever had ik er nu 60 mensen in gehad. Volgens het CBS zijn er momenteel zo'n 32.000 daklozen in Nederland. Deze mensen, van wie er meer dan 80% man is, lopen heel wat kilometers op een dag, zodat hun schoenen hard slijten, terwijl ze vaak geen geld hebben voor nieuwe schoenen. En daarom is het Leger des Heils in Nijmegen al sinds november schoenen aan het inzamelen. Afgelopen maandag konden de daklozen nieuwe schoenen uitzoeken. Stevige schoenen zijn een must voor daklozen, vooral de laatste jaren. Tegenwoordig word je op bepaalde plekken gewoon ontheven, mag je niet meer zitten. In portieken niet meer, in openbare ruimtes word je weggehaald. Je moet nog echt veel lopen voor andere plekken te zoeken. En zo maakt een dakloze dagelijks vele kilometers. Vandaag heb ik nooit gelopen, maar ik denk dat ik hem wel 10 keer gelopen heb. Dus die schoenen zijn hard nodig? Schoenen zijn echt hard nodig, ja. Sowieso, want ja... Dat is iemand zonder schoenen eigenlijk. En vooral, je hebt gewoon schoenen nodig. Marco is een bekende verschijning bij de Albert Heijn in het Nijmeegse centrum. Ja, goede schoenen zijn ook handig natuurlijk als je achter iemand aan moet lopen natuurlijk. Als ze fiets meenemen. Ja, maar dat gebeurt niet weinig als ik hier sta niet. En je houdt het ook een beetje in de gaten, hè Marco? Ja, dat vind ik... Meneer, uw brood. Kijk, dit soort kleine dingetjes kan gebeuren. Ja, er zijn ook wel eens mensen die het portemonnee verloren hebben. En wat doe je dan als iemand zijn portemonnee laat vallen? Dan geef ik hem gewoon netjes terug. Vaak krijg je van de mensen zelf een kleinigheidje of zo. Hoef je niet te vragen. Dus. Bij deze reshare-winkel van het Leger des Heils zijn de afgelopen weken prima schoenen ingezameld. Stevige schoenen, goede bergschoenen. We maken zelf wel een sortering in wat goed is en wat minder goed is. Maar er zitten hele mooie spullen bij. Leren schoenen zijn dan echt beter. En gepaste schoenen, want vaak zie je daklozen ook met schoenen die ze gevonden hebben of zo. En dat is fijn als er dan een inzameling komt, dat mensen ook gepaste schoenen krijgen op de juiste mate. Dus, want als je op de krappe schoenen loopt, dat lijkt me ook niks. Ja, dan hou je ook koude voeten. En daar kan ik over meepraten.
Dan krijgt u nog het weer. Vanavond is het helder en koelt het flink af. Lokaal gaat het al snel vriezen en de minima liggen rond min 5 graden. Morgen dan is het koud en vrij zonnig. Lokaal is er wel mist mogelijk. En de middagtemperatuur ligt tussen 0 en 2 graden. Ja, na een koude nacht met nog een paar graden vorst gaat donderdag de temperatuur omhoog en komt er meer bewolking. Ook kan er later wat regen vallen. Het wordt 4 graden. De verwachting voor de kerstdagen is nog enigszins onzeker. Meest waarschijnlijk is een bewolkt weerbeeld met soms regen en maximaal rond 5 graden. De kou blijft zeer waarschijnlijk ten noorden van Gelderland. En dit is Gelders Nieuws op onze Omroep Gelderland app en op de site onder meer een verhaal over een blinde geleidehond in Ede. Die is aangevallen door een andere hond en ondanks zijn verwondingen heeft hij toch zijn baasje naar het station gebracht. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.